Hallo, leuk dat jullie kijken. Vandaag ga ik jullie een opsteekkapsel laten zien die ik vroeger heel vaak had. Ik vind hem heerlijk zitten omdat al je haar weg is uit je gezicht en hij ziet er heel ingewikkeld uit. Ik geef toe, het is even een handigheidje die je moet krijgen, maar als het je lukt zal je zien dat je hem steeds vaker op deze manier gaat dragen. We gaan beginnen. Wat je nodig hebt zijn schuifspeldjes en dan het liefst zoveel mogelijk. Dit is nu even alles wat ik kon vinden, dus daar gaan we mee beginnen. Je gaat je haar als eerste allemaal wegwerken naar achter toe. Ik ga jullie laten zien stap voor stap wat ik precies doe. Je kunt zelf natuurlijk bepalen of je een lok wilt houden of dat je alles vast gaat doen. Waar we mee gaan beginnen is in ieder geval je haar naar achter toe wegwerken. Wat je doet, je pakt gewoon plukken en die ga je vastzetten. Dat doe ik door hem al een draai te geven om mijn hand heen. Gewoon een lusje maken als het ware en die zet je vast. En zo ga je al je haar wegwerken. Hoe langer je haar is, hoe meer lusjes je qua lengte kunt doen natuurlijk. Dus het is eigenlijk een beetje kijken als je wil weten wat de minimale lengte is die je nodig hebt voor dit kapsel. Dan weet je dus dat je minimaal één lusje moet kunnen maken. En op die manier steek je zo alles weg. Dit wordt als het ware de basis van je kapsel. En spreid het een beetje uit over je vinger. Dat je niet een te smal lusje hebt, want het is de bedoeling dat we zo meteen zo min mogelijk schuifspeldjes zien. Ik heb als het ware alleen de bovenkant gedaan. Zie je, en ik snap dat je denkt, wat moet het worden, maar het komt allemaal goed. Ik ga nu omdraaien en ik ga jullie laten zien hoe ik het ga doen. Ik ga vanaf boven afwerken, dus ik ga hier beginnen met lusjes maken. En dan langzaam kom je uit aan de onderkant. En dan ben je klaar. Ik laat het jullie helemaal zien. Wat weer belangrijk is, ik geef jullie vaak als tip, zorg ervoor dat je schuifspeldjes kruist als je aan het opsteken bent. Dus als er al één in je haar zit en deze moet erin, schuif hem dan niet zo ernaast bijvoorbeeld, maar schuif hem er echt doorheen. Op die manier zetten ze zichzelf vast, verankeren ze als het ware. En weet je zeker dat je heel de dag met je kapsel kunt doen. Ik ga jullie laten zien hoe ik de achterkant ga doen. Wat ik even doe, ik doe ze even aan mijn ring. Let erop dat vaak hebben we de neiging met de tanden open te maken. Maar ik heb verhalen gehoord van een paar collega's van mij die echt een stukje van hun tand kwijt zijn geraakt doordat het speldje terugschoot. Dus dat is een beetje zonde, dus doe het dan liever aan je ring. En zeker ook als iemand anders opsteekt is dat natuurlijk een stuk netter dan dat je ermee in je mond zit. Wat je nu gaat doen, je pakt plukken op, dat doe je puur op gevoel. En die draai je om je hand heen. Je ziet dat ik nu twee vingers gebruik. Dat ligt aan de lengte van je haar. Anders gebruik je er één als het korter is. Je steekt hem vast met speldje. En je ziet dat ik hier de punt heb. Die draai ik ook. Maar die draai ik altijd een andere richting op. Zodat niet alle lusjes dezelfde kant op staan. Het moet als het ware een weerwaar worden van lusjes. Van loops dus. En als het allemaal dezelfde kant op gaat, dan ziet het er heel schematisch uit. En dat maakt het niet zo mooi. Dus kies voor verschillende richtingen. En je voelt vanzelf waar al een loop zit en je werkt deze er tegenaan. Op die manier, doordat je dan weer de punt hier weer een andere richting opgeeft, kijk je ook niet in de lusjes, want ook dat is niet de bedoeling. We willen geen tunneltjes maken, het moet mooi in elkaar overlopen en één geheel vormen. Niet dat je vanaf de zijkant zo door alle lussen heen kijkt. Zorg ervoor dat je plukken grof genoeg zijn, zodat je de stevigheid voelt als je een lus maakt. Dat kun je doen door te voelen of er genoeg veerkracht in zit. Dan zet je hem vast. Mocht je nou heel slap haar hebben, zorg dan dat je voldoende mousse in je haar hebt. Of spray alles in de lak en ga het vervolgens even weer een beetje uitborstelen. Dan wordt je haar wat stugger. Zie je, en op deze manier ga je dus alles wegwerken. Dat geldt ook voor de onderkant. Ik ga weer even mijn ring vullen met nieuwe speldjes. Aan de onderkant geldt hetzelfde en het ligt er een beetje aan wat je wil. Wil je nou dit kapsel heel hoog maken,
Dan is het ook handig om allereerst te beginnen met een hoge staart en van daaruit alle lussen te maken. En dat zal je ook zien dat als je dit voor het eerst doet en je bent nog niet zo handig met je haar, dat dat veel makkelijker is. Want ik heb nu natuurlijk geen spanning. Ik moet alles opbouwen met de speldjes. Op het moment dat je de elastiek hebt, heb je natuurlijk al een geweldige basis om mee door te gaan. De verhoudingen gaan we zo meteen doen. Want je ziet natuurlijk dat hij hier wat zakt en dat hij hier een lus wel heel erg opvalt. Dat gaan we zo meteen doen. Het gaat eerst puur om de opbouw en ik moet nog dit haar wegwerken. Nu heb je dat gedaan, nu ga je dus naar al dit soort punten toe. Die ga je goed vastzetten. En ook weer een beetje kruisen door andere speldjes heen. En dat geldt ook hiervoor. Wat ik vaak doe is ik verbind ze vaak aan de voorkant. Dus ik trek ze als het ware naar elkaar toe. Want ik hou er niet zo van als je echt duidelijk ziet waar een pluk zit. Wat wel echt onmisbaar is bij dit kapsel, is heel veel lak. Dus dat moet je ook echt daarna gaan spuiten. Zorg ervoor dat het echt gewoon keihard is. Je gaat vanzelf voelen. Je kan hier en daar wat plukjes ietsje uittrekken bijvoorbeeld. Om te zorgen dat de verhoudingen kloppen. En ook alle losse plukken ga je wegzetten. En dat kan je ook weer doen door gebruik te maken van de speldjes die al in je haar zitten. Ook hier sluit ik ze aan. Zie je? En dan zorg je ervoor dat alles in evenwicht is, dat die klopt. En het mooie hiervan is wel dat omdat het een beetje rommelig is, maakt het niet zo uit hoe het precies allemaal zit. Oké, waar je dus altijd even op moet letten, dat heb ik nu ook gedaan. Zoals je ziet, zie je als je me van voren af aankijkt, zie je dus hier het haar zitten. Let erop dat je dat altijd hebt. Op het moment dat je te laag gaat werken, lijkt het van voren, zeker als je bijvoorbeeld op foto's gaat, lijkt het net alsof je gewoon een staart of een knotje hebt. En dat is zonde als je je haar niet ziet. Dus let erop dat je van voren ook wel iets ziet. Je kan daar zelf zo extreem in gaan als je zelf wil natuurlijk. Ik heb hem zelfs wel eens opgestoken echt al vanaf hier. Maar dan heb je dus echt veel meer haar wat je zichtbaar hebt. Dus dat is net waar je jezelf prettig bij voelt. Ik zal hem jullie even laten zien. Aan de voorkant dus de lok. En lekker een plukje los, maar dat moet je zelf indelen. Als je een lok of een pony hebt, kan je die laten. Of allemaal naar achter. Kijk, je kan hem heel makkelijk natuurlijk. Kan je hem zo vastzetten tot een kuif. En ik zal even de achterkant laten zien aan jullie. Ik heb dit kapsel zelf heel vaak gehad. Voornamelijk onder het werk in de kapsalon. Omdat het dan lekker weg is uit je gezicht. En je krijgt er heel veel positieve reacties op. Dat zul je zeker zien, dat iedereen altijd zegt van wauw, wat gaaf, wat heb je gedaan, laat eens zien, draai eens een rondje.
Dat is natuurlijk altijd wel heel leuk. Nu kan ik me voorstellen, als je ander werk doet of je gaat gewoon naar school, dat dit misschien een beetje te veel werk is om te doen. Maar het is gewoon een superleuk kapsel, ook voor feestjes. En ik heb hem ook heel vaak met kerst. Dan doe ik er een grote zwarte glitterbloem in. En dan heb je snel iets heel chics, vooral ook met feestjes, met gala's. En dat kan je dus ook bijvoorbeeld doen als je iets speciaals van je werk hebt of een schoolgala of wat dan ook. Op deze manier is het natuurlijk heel bijzonder. Mocht je nou niet te veel tijd hebben of vind je het nog lastig om te doen waardoor het veel tijd kost, dan kun je er ook voor kiezen om de helft van je haar maar te doen. Op die manier heb je ook wat heel gaafs. Dan laat je de onderste helft gewoon loshangen en draai je daar bijvoorbeeld even kort een krultang in of even de steltang er doorheen. Op die manier kan je dus dit kapsel ook maar voor de helft doen. Nou, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal en voeg me toe op Facebook. En ik hoor heel graag van jullie. Mochten jullie leuke nieuwe ideetjes hebben, die zijn altijd welkom. Je kunt ze aan mij kenbaar maken via Facebook of via Twitter. Ik zet alles onder in beeld. En ik hoor graag van jullie. Tot snel. Daag!